nieuwe vaccinatierondes tegen het coronavirus voor zwangeren, zorgmedewerkers en 60-plussers? Ja, ik denk ik vul het gelijk in en ik ga erom en dan heb ik het gehad, hè. En verder in deze Zeeland nu. Speciale app voor Oekraïners. En voertuig in de ban bij kampioenschappen. Goedenavond. Bij de vaccinatielocaties van de GGD is vandaag een nieuwe vaccinatieronde gestart. 60-plussers, zwangeren en zorgmedewerkers kunnen een coronaprik komen halen. Maar willen ze dat wel? Bij de priklocatie in Goes was het vandaag in ieder geval druk. De prik zit er weer in. Ja hoor, gelukkig. Ja, gelukkig. Bent u er blij mee? Ja, ik ben er blij mee, want zo voorkomen we dat we ziek worden, hoop ik. Ik ben blij dat dat weer kan. Ik hoor weer verhalen van mensen die weer corona hebben gehad. En dat is een behoorlijk zware variant blijkbaar. Dus als je het kan voorkomen, waarom niet? Maakt u zich veel zorgen over corona? In het begin niet zo, maar later wel. Want ik heb zelf 2 keer corona gehad, ondanks de prikken. En ik heb er best wel spierpijn van gekregen. Dus ik vond het wel lastig. Dus nu deze eerste dag meteen de prik gaan halen? Ja, ik denk ik vul het gelijk in en ik ga erom en dan heb ik het gehad, hè. Nee, ik ben er heel blij mee, absoluut. U heeft niet getwijfeld? Geen moment, nee. Ik heb alle coronaprikken de vorige periodes ook gehaald. En goed op deze manier. De prik zit er weer in, hè? Ja, daar zijn we blij mee, toch? Ja, bent u er blij mee? Ja, het is toch een soort bescherming, hè? Een zorg minder? Ja, dat hopen we van wel. Je wilt beschermd zijn. En vooral op onze leeftijd moet je er een beetje oppassen. Ja. Getwijfeld? Nee, absoluut niet. Nee. Bent u er blij mee? Ja, ik wel. Ik heb die mensen ook een beetje verpleegd, dus het staat op mijn netvlies. U hebt gezien wat de ziekte kan doen? Verpleegd, dus ja, dan weet je het wel een beetje. Dus dan, en ik vind, het is niet zomaar onschuldig. Dus als het kan, doe ik het gewoon. Ja, dus u heeft geen moment getwijfeld? Nee, ik heb nooit getwijfeld. Bij alle herhalingen niet, nooit, nee. Er wordt hier bij de GGD in Goes de ene na de andere coronaprik gehaald. En als je al die mensen hoort, dan zou je misschien denken dat iedereen blij is om die prik te gaan halen. Maar als je de mensen op straat vraagt, dan hoor je een heel ander verhaal. Gaat u deze prik halen? Nee. Nee? Een overtuigd nee? Ja. Nee, ik ben van die vorige veel te ziek geweest. Okay. Heb ik 3 dagen op bed gelegen met hele zware hoofdpijn. Nee, ik doe het niet meer. Nee, die ga ik niet halen. Nee. Ik vertrouw erop dat mijn eigen immuunsysteem toch zelf daar nu antistoffen tegen op heeft gebouwd. Ik heb de vorige vaccinaties wel gehad, maar ik denk dat het wel, wel meevalt met de corona, de ernst ervan op dit moment. De GGD Zeeland snapt al die bedenkingen, maar roept iedereen wel op om er goed over na te denken. We weten dat als je gezond bent en de laatste vaccinatie hebt gehaald en geen onderliggend lijden hebt, dat dan in principe je afweersysteem goed met COVID om zou moeten gaan. Maar het gaat echt om de kwetsbaren onder ons, dus de mensen die wat ouder zijn, dus 60 jaar of ouder, mensen die onderliggend lijden hebben, die hebben dus een groter risico om als ze COVID doormaken, om dan een ernstig beloop te hebben en eventueel ziekenhuisopname of overlijden. Dus, u zou de 60-plussers en medisch kwetsbaren toch willen oproepen van ja, als je in aanmerking komt, haal dan toch die prik. Nou, maak in ieder geval een wel overwogen beslissing. En als u twijfelt, bel dan ons eigen klantcontactcentrum. Want daar zitten professionals die u kunnen helpen die keuze te maken. Wij kunnen die keuze niet voor u maken, maar we kunnen wel helpen om de voor- en tegens op een rijtje te zetten. 3 Terneuzense woonwijken gaan aan kop in de Zeeuwse ranglijst van meeste woninginbraken tot nu toe in 2023. Dat blijkt uit de cijfers van Misdaad in Kaart en dat is een website van de politie. Het gaat om de wijken Terneuzen-Zuid, Zuidpolder en Serlippus-Oranjekwartier. Terneuzen-Zuid is al jaren doelwit, maar inbrekers lijken nu ook noordelijkere wijken in de gemeente in het vizier te hebben. De afgelopen jaren had Tolen nog te maken met veel inbraakgolf, maar volgens de cijfers is het aantal daar behoorlijk gedaald. Zeeuwen kunnen vanaf vandaag via internet een vragenlijst invullen om aan te geven hoe ze denken over de mogelijke komst van 2 nieuwe kerncentrales in Borselen. De vragenlijst is van de provincie Zeeland, die wil weten welke voorwaarden Zeeuwen stellen. Dat kan allemaal via de webpagina zeeland.nl/kernenergie.
Over 2 weken komt er een tweede ronde met nieuwe vragen. De peilingen kijken niet naar wie er voor of tegen de centrales is, maar onder welke omstandigheden ze gebouwd zouden mogen worden. En de provincie neemt de uitkomsten mee naar Den Haag. Jonge autobezitters tussen de 18 en 24 jaar betalen in Zeeland gemiddeld minder premie dan in de rest van het land. De gemiddelde jaarpremie is hier bijna 1500 euro. En dat is ruim 500 euro minder dan leeftijdsgenoten in de Randstad moeten betalen. Wel betalen jonge autobezitters gemiddeld bijna het dubbele dan 65-plussers moeten. En dat jongeren meer moeten betalen dan 65-plussers heeft te maken met een gebrek aan rijervaring en toch ja, er ook wat meer roekeloosheid onder jonge automobilisten. Om de druk op huisartsenpraktijken in Goes te verminderen, moeten Oekraïense vluchtelingen zich voortaan eerst aanmelden met een app voordat ze naar de huisarts kunnen. Huisartsen in Goes werken vanaf vandaag samen om de Oekraïense vluchtelingen te helpen. Die staan meestal nog niet ingeschreven bij een huisarts, maar hebben toch zorg nodig. Door Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Goes gebruik te laten maken van een zorg-app, kunnen ze als het nodig is toch naar de huisarts. De vluchtelingen kunnen via de app chatten met een verpleegkundige en die kan bepalen of een bezoek aan de huisarts nodig is. De app werkt met een automatische vertaaltechnologie, waardoor de Oekraïense vluchtelingen in hun eigen taal kunnen overleggen. De initiatiefnemers van de nieuwe manier van werken weten zeker dat ze op deze manier de juiste hulp krijgen. Juist door de samenwerking van de gemeente, de artsen en medico weten we zeker dat ze de goede hulp gaan krijgen. De kans is heel klein dat je aan het einde van het voetbalseizoen nog feestende spelers op een kar door het dorp zal zien gaan. Uit het onderzoek van Omroep Zeeland blijkt dat na het tragische ongeluk met een open kar in Ierseke, waarbij een kind overleed, de Zeeuwse voetbalclubs massaal de platte kar hebben afgeschaft. En de kampioenen mogen, zoals dat hoort, op de platte kar door de stad. Maar daar wordt nu, 7 jaar later, heel anders over gedacht. Hossende spelers die een kampioenschap vieren op een platte kar ga je in de toekomst in Zeeland waarschijnlijk niet meer zien. Ook niet meer bij de teams van Nieuwdorp en Patrijzen, zoals hier nog wel te zien op de beelden van eerder. Beide verenigingen hebben na het ongeluk in Ierseke meteen een verbod gelegd op zulke rondritten. Net als veel andere clubs in Zeeland, zoals in Kloosterzande bij Hontenisse. Toen we het op zaterdagmiddag vernamen van het tragische ongeluk in Ierseke, hebben we het eigenlijk direct besproken in de groepsapp van het bestuur. Ten eerste natuurlijk hoe tragisch het was. Ja, en het eigenlijk ook direct al de impact op onze vereniging. Want de volgende dag zou het vierde elftal kampioen kunnen worden. En die hadden een rondrit op de platte kar gepland. Eigenlijk was direct al unaniem het besluit van dat gaan we niet doen. Voor een rondrit op een platte of een open kar is een ontheffing nodig. Uit een rondvraag van Omroep Zeeland blijkt dat er bij de Zeeuwse gemeenten amper ontheffingsaanvragen worden gedaan, terwijl er wel op de platte kar feest wordt gevierd. Veel clubs geven aan niet op de hoogte te zijn van de regels rondom het gebruik van de platte kar. Dan moet ik eerlijk toegeven dat we daar niet exact van op de hoogte waren, nee. En vind jij dat jullie als vereniging voldoende zijn geïnformeerd over de regels van het gebruik rondom een platte kar? Ja, ik weet wel, in het verleden heeft er natuurlijk ook het een en het ander wel gespeeld. Er is wel vaker iets misgegaan, dus er is wel aandacht voor gevraagd. Maar misschien had het inderdaad iets nadrukkelijker kunnen gebeuren. De gemeente Hulst is een van de 2 gemeenten in Zeeland waar wel ooit geïnformeerd is naar het gebruik van de platte kar. Tot een ontheffingsaanvraag kwam het niet. Wat is nou precies de officiële weg voor een voetbalclub als ze zo'n vergunning willen aanvragen voor een rondrit bij de platte kar? Nou, die is heel eenvoudig. Die is er niet. Het is bij wet verboden om met een platte kar in het verkeer te begeven. Dus een vergunningsaanvraag is bij voorbaat kansloos, want het mag gewoon echt niet. Wie zou er eigenlijk de taak op zich moeten nemen om daar beter te informeren? Ja, de wet uitleggen, dat is natuurlijk de Rijksoverheid. Maar ik snap best dat wij als gemeente, zeker als het seizoen eraan komt, er best nog een keer aandacht voor kunnen hebben in huis- en huisblad of in ons eigen voorlichtingsblad. Dat je nog eens een keer opschrijft van, joh jongens, het seizoen komt een einde. Doe het niet. Er is 0,0 kans dat het wordt toegewezen. En nogmaals, doe het niet. Er zijn echt alternatieven voorhanden. Bij Hontenisse hebben ze de platte kar nu in de ban gedaan. Na het kampioenschap van een jeugdteam hebben ze vorig seizoen wel iets anders bedacht. Een rondje met de benenwagen. Wij zijn kampioen! Wij zijn kampioen! De trainers die wilden dan de kinderen toch een tocht door het dorp gunnen. En die hebben bedacht dat ze te voet gingen. En dat zag er ook hartstikke leuk uit met spandoeken en al.
Nu het voetbalseizoen net is begonnen, zal het nog wel even duren totdat de kampioenschappen worden verdeeld. Tot die tijd hebben de clubs dus nog genoeg tijd om een alternatief te vinden voor het gebruik van de platte kar. We hebben ook nog het Openbaar Ministerie gevraagd naar de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de platte kar. En het OM zegt dat iedereen de wet dient te kennen en dat de voetbalclubs dus verantwoordelijk zijn. Het OM geeft wel aan dat het goed zou zijn dat de gemeente hier aan het einde van het voetbalseizoen de clubs er toch nog eens op wijzen. Een heerlijke temperatuur vandaag op mijn verjaardag. De temperatuur tikte vanmiddag op sommige plekken in Zeeland de 25 graden aan. En aan zee was het 22 tot 23 graden. Alles bij elkaar toch echt een heel zachte dag, hè, voor deze tijd van het jaar. Maar vanaf morgen wordt het toch wisselvalliger met af en toe een regenbui, met name morgen. En de temperaturen die gaan duidelijk tot onder de 20 graden dalen. En nog eventjes dit. Op de nieuwe sexy boerenkalender voor volgend jaar wordt Zeeland vertegenwoordigd door twee Zeeuwse boeren. Het gaat om boer Bart uit Sint-Philipsland en boerin Joa uit Wolfaartsdijk. Ze zijn samen met 28 anderen geselecteerd uit zo'n 500 aanmeldingen. Volgens de organisatie van de kalender voert dit jaar een nieuwe drijfveer de boventoon voor boeren en boerinnen om zich aan te melden. Veel jonge boeren willen graag de dialoog aangaan over hun vak. Ik zou zeggen, bekijk de foto's nog eens op onze app en op onze site. Tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.